Er zijn Surinamers die het er niet mee eens zijn dat de VAP haar aanstaande parlementariërs een overeenkomst laat tekenen waarin staat dat zij bij tussentijds overlopen een bedrag van 3 miljoen moeten betalen. Een van de argumenten die gebruikt worden is dat een parlementariër de vrijheid moet hebben om te stemmen op voor een voorstel waar zijn fractie anders over denkt. Maar het gaat hier niet om stemmen voor of tegen een motie. Het gaat hier om overlopen naar een andere partij. En overlopen en stemmen voor de tegenpartij zijn geen synoniemen van elkaar. Dus dat argument slaat nergens op. Daarnaast leert de politieke realiteit in Suriname ons dat overlopers niet vertrekken vanwege verschil van mening over een motie, maar vanwege de dikke, vette boterham die de regerende partij hen voorhoudt. Is het niet merkwaardig dat de politici van de coalitie nooit overlopen naar de oppositiepartij? Is het niet merkwaardig dat de overlopers nooit naar de andere oppositiepartij overlopen, maar altijd naar de partij die in het machtscentrum zit? Als we beide vragen met ja beantwoorden, dan kan men niet meer volhouden dat er nobele opvattingen schuilgaan achter de politieke prostitutie die bedreven wordt door de op geld beluste volksvertegenwoordigers van de oppositiepartijen. In Suriname verlaat geen enkele politicus zijn partij op grond van ideologische conflicten. Het is daarom onbegrijpelijk dat zelfs mensen die er geen belang bij hebben deze politieke prostitutie verdedigen. De mensen die op de partij gestemd hebben, hebben dat gedaan op basis van hun affiniteit met de politieke partij. En niet omdat de overgelopen politicus zo'n geweldig charisma heeft. In vele gevallen waren het zelfs volstrekt onbekende figuren. De overlopers plegen verraad door gebruik te maken van een bepaalde politieke partij om assembleelid te worden en vervolgens daarna uit financiële hebzucht over te lopen naar de partij die aan de macht is. De VHP pakt dit goed aan door een boeteclausule op te nemen in de overeenkomst. Wie het er niet mee eens is, die bedankt voor een plaats op de kieslijst. Maar je kunt niet een overeenkomst ondertekenen om naderhand als de voorgehouden koek van de regeringspartij aantrekkelijk genoeg eruit ziet te besluiten om over te lopen met als invalide argument dat de wet jou het recht geeft om het oneens te zijn met de politieke leiding. Want overlopen of overstappen heeft niets met een verschil van mening te maken, maar alles met geldzucht. Iedereen, en nogmaals, iedereen die dit hoerig gedrag wenst te verdedigen, draagt bij aan het in stand houden van de verloederde politieke moraal in het land.